Ik heb vandaag de tulpknoop. De tulpknoop. Deze knoop lijkt op een onafgemaakte eldritch. Hij ziet er uiteindelijk wel heel erg mooi uit. Het is een knoop die je knoopt met de dunne zijde van je das. Op zich kan je er vrij snel mee klaar. Dus het is ook weer meteen een knoop die de juiste afstand heeft. Dus zorg ervoor dat je met je brede zijde aan je linkerkant op ongeveer navelriemhoogte zit. Dan heb je vrij weinig ruimte nog om af te stellen. Dunne zijde links. Knijp je brede zijde af. Ga rechts over links. Vervolgens ga je achterlangs door. En kom je hieruit. Aan de rechterkant ga je achterlangs door. Vervolgens voer je hem door het midden heen. Dan krijg je de dwarsslag midden door. Dan ga je achterlangs. Kom je terug. Dan heb je dit. Nu maak je deze laatste slag achterlangs. En ga je hier door deze lus heen. Dit mag je op zich nu wel heel even aantrekken. Zodat je hier je dunne gedeelte achter je kraag verstopt. Wat je nu als afwerking krijgt, is dat je hier deze knoop rustig aan wat open gaat maken, zodat je iets meer volume erin krijgt. Het hoeft niet heel te veel volume te zijn, maar dit is mooi. En op deze manier heb je een hele mooie tulpknoop. Laat me weten wat je van deze knoop vindt. En als je goed hebt opgelet, dan is het eigenlijk ook een knoop onder een andere naam.